Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag een keertje de snelle dames. Hier is mijn volledige Pico IC3. Het is onmogelijk om deze op de baan te laten houden. Hij ontspoort om de haverklap. En ik kan je nu al zeggen, daarover volgende week wat meer. Ik heb de camera hier op een iets wat wiebelig stukje gezet. Dus elke keer als er een trein overheen rijdt, beweegt het hele plankje en de camera. Kijk, hop. Hieronderin zie je wel een stuk van het opstelspoor, het schaduwstation. Tijdens het opnemen is die trein nou een keer of 10 ontspoord geweest. Eigenlijk elke bocht. Ik rij hem hier ook op een heel laag tempo. Het is eigenlijk niet te doen. Maar ik vind hem wel mooi. Nou, dat is de TGV Sud-Est die daar vertrekt. Het is een Lima met zowel voor als achterin een motor. Dus dat is als een raket. Die moet nog ingeregeld worden dat hij een beetje zijn gemak houdt wat rustiger aan doet. Ja, lekker vlot. Hey, ik weet niet op hoeveel procent ik in hier aan het rijden ben, maar ik was er wel over te spreken. Er kunnen nog wat extra delen tussen zonder dat hij daadwerkelijk flink zal verdragen. Hij is goed stevig. Hij ontspoort in ieder geval niet zo makkelijk. En hier is de Thalys die ik nog had staan, ook onderin in de bijna volledige samenstelling, volgens mij de volledige van Megane. Er is één achterlicht kapot, dat is jammer. Kijk, daar ook goed te zien. Waarschijnlijk een draadje ergens wat helaas los zit. Ook deze heeft er flink te vaart in. Het gaat niet zo snel als die Lima TGV, maar deze weet ik wel. Dit is zijn topsnelheid. Misschien dat er nog wat aan te doen is. Maar op zich is het snel genoeg. Nou, dit was een korte Pulse Model Train Stuff. Ik ben druk bezig met de Pico, met de ICE3. Daarover dus volgende week meer. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.